In eerste instantie ging ik regelmatig naar de regio, met name Trinidad. En je zag dat er daar KFC was. En ik merkte op dat ik er vaker belandde. En op een gegeven moment dacht ik, waarom geen KFC in Suriname? We moesten uitleggen waar Suriname lag. Dus dat is het standaard verhaal, Suriname. Maar op een gegeven moment kwam Guyana in beeld voor KFC. En toen werd het een stuk makkelijker om die KFC dus in Suriname te krijgen. En zijn we in 1996 begonnen met de eerste KFC. We waren met de mensen van KFC hier om marktonderzoek te doen en om de besprekingen te voeren. Toen zijn we ook naar de waterkant gegaan en we keken van wat vind je daar, hoe zien de mensen eruit. Toen zei een van de mensen van KFC, we gaan het heel goed doen hier zo. Waarom zeg je dat aan de hand van het kijken naar de mensen? Ik zei, kijk naar de schoenen en de schoeisel dat de mensen aan hebben. Als de mensen de schoenen en hun voeten goed verzorgen, dan gaan ze hun maag zeker goed verzorgen. En dat is ook gebleken. 25 jaar werken voor KFC. Ik voel me happy. Ik doe mijn werk met zorg en liefde. Koken en bakken is ook mijn passie. We have fun. Er is geen driver voor niemand. Het maakt niet uit wie je bent. Je kan gewoon bij de CEO klappen. Je kan bij de operation director klappen. De family experience die er hier is, die ik heb meegemaakt, is vandaar ik hier ben. De manier waarop zij en de ondersteuning geven, het geloof dat ze hebben, heb ik niet eerder meegemaakt waar ik heb gewerkt. Wat het ook zo speciaal maakt, is het omgaan met je team en ook met klanten die elke dag op je zijn. Je sociaal-maatschappelijke kwaliteiten moeten naar boven komen om zo'n restaurant te kunnen runnen. Dus de gedachte van mijn bijdrage ook kunnen leveren aan een bedrijf waar je op een gegeven moment als je naar huis gaat kan zeggen van ik zie een verschil, je ziet dat jouw bijdrage ertoe heeft bijgedragen dat er tenminste positieve resultaten verhoogd worden. We hebben iedere dag quality checks. Dat is dus waarbij een kwaliteitscontrole gemaakt moet worden voordat het product verkocht wordt. Ja, een hoogtepunt was sowieso de opening. We wisten dat we het goed zouden doen, dat de mensen het fijn zouden vinden om KFC in Suriname te hebben. Maar dat het zo overweldigend zou zijn, dat hadden we niet gedacht. Het moment dat je je deuren openmaakt, je drive deuren openmaakt, heb je meteen in overleggen. We zien dagelijks ook heel veel mensen over de vloer, van allerlei pluimage. Men komt niet puur alleen voor, zoals men vaak neigt te zeggen, de kip en de patat, maar ook een stukje ervaring. Het dieptepunt was ongetwijfeld de case van Marjorie Willems, die op 7 juli 2017 helaas tragisch leven is gekomen. Dat was voor ons. We zijn er trots op dat zij als redder achter in de keuken zich heeft opgewerkt tot manager, regional manager zelfs. En dat zij dus ons heeft moeten verlaten, heeft heel veel bij ons gedaan. En we gedenken haar nog steeds, elke keer. Dus, de toekomst is dat we inderdaad betaalbare kip tegen de beste condities en de klanttevredenheid, dat we ervoor zorgen dat we een nagenoeg 100% klanttevredenheid hebben. En dat is niet altijd makkelijk om te realiseren, maar het is wel waar we naar streven. En dat we ervoor zorgen dat de klant rekent op wat die bij KFC kan verwachten. Wij zullen ook ervoor zorgen dat we naar de klant toe gaan met nieuwe KFC-restaurants. Het product KFC zelf is iets waarvan ik kan zeggen, het is hier goed. We zijn gewoon een grote familie. Gaat goed, gaat de goede kant op. KFC, naf, unu, grantangi, sralangi.